Welkom bij deze autovisievlog. Mijn naam is Peter Hillhorst en vandaag heb ik onder mijn rechtervoet het gaspedaal van een spraakmakende klassieker of een bijzondere youngtimer. Rijd mee met Peters Proefrit. Hij heeft er heel lang over gedaan om uit het verdomhoekje te komen, maar van fout is hij eindelijk cult geworden. Het is de Opel Manta GSI. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Peters Proefrit met vandaag dus de Opel Manta GSI, de achterwiel aangedreven coupé van Opel die jarenlang als fout werd gezien, maar dat begint te veranderen. De Manta kwam in 1970 op de markt, dat was de Manta A en werd tot 1975 geleverd. Daarna kwam de Manta B op de markt en die werd tot 1988 geleverd. En die auto is dus 13 jaar in productie geweest en daarmee is het de langst geproduceerde Opel. Deze auto is uit 1988 en wordt ook wel de Opel Manta B2 genoemd, omdat die Manta B gedurende zijn levenscyclus een aantal keer gefacelift is. En dit is de laatste versie daarvan. Ja, zoals alle Manta's is het eigenlijk een coupé op basis van Opel Ascona techniek. Ze zijn door dezelfde designer getekend en de opvolger van de Manta, de Opel Calibra, die had voorwielaandrijving, die werd ook door diezelfde designer getekend. Dus die man heeft heel lang de coupés van Opel mogen tekenen. Deze GSI is een behoorlijk zeldzame uitvoering, maar niet de meest speciale uitvoering. Er was namelijk ook een i400. Het was een homologatie special voor de rallysport met een 2.4 motor, een veel breder koetswerk. Later kwam er ook een i200 en ook een i240. Maar de gewone man droomde van deze Manta GSI. Het kostte omgerekend zo'n 15.000 euro. Dus met een beetje discipline en met een beetje zelfbeheersing kon je deze auto als gewone man bemachtigen. Ja, en dan had je midden jaren 70, midden jaren 80 toch echt wel iets bijzonders op de stoep staan. En zeker in dit melkwit. Er staat toch gewoon een hele speciale, opvallende auto. GSI, dat betekent een voorspoiler, mooie vijfspaaks wielen, een achterspoilertje, zijskirts. En de GSI was niet alleen uiterlijke opsmuk, wat je natuurlijk heel veel zag bij de Manta. Het was daadwerkelijk een auto met een sportiever afgestemd rijgedrag. Stuggere veren, Bilstein schokdempers, dikkere stabilisator aan de achterzijde, een directe stuurhuis. En het moest ervoor zorgen dat deze auto net wat sportiever en strakker reed dan de gewone Manta's. Het bijzondere aan die GSI is dat hij jarenlang GTE heeft gereden. Pas in 1985 werd het een Manta GSI. En het werd gedaan omdat Opel toen ook een Kadett GSI had. En ja, voor de duidelijkheid werd de sportievere versie van de Manta ook GSI genoemd. Sportiever uiterlijk, sportiever onderstel en ook een sportievere motor. Een 2 liter benzinemotor, 8 kleps, een enkele bovenliggende nokkenas, injectie en 110 pk en 162 Nm. En 110 pk, dat klinkt niet zoveel en dat is het ook niet. Maar als je weet dat de basisversie van de Manta maar de helft van het vermogen had, was deze GSI echt wel een topmodel. Topsnelheid van 192 km per uur en een sprint van 0 naar 100 in 10 seconden. En als je die GSI zo ziet staan, dan kun je het helemaal niks vinden. Ik vind het wel een gaaf ding om te zien. Die lange motorkap, die hele simpele lijnen, die mooie wielen. En het is zo heerlijk, jaren 70, jaren 80. Ja, voor de rest is het van binnen ook een heerlijke jaren 80 auto met hoekige vormen, heel simpel dashboard. Met mooie Recaro stoelen, stevig gevuld, goede steun,
fijne zitpositie wel. Lekker stuurtje. En van binnen geeft hij eigenlijk best wel een sportieve beleving. Vooral door de eenvoud van het interieur. En die 2 liter is geen hoogtoerige, exotische sportmotor. Maar gewoon eigenlijk een normale Opel motor. Toch best wel wat gang weet te brengen in deze Manta. Er zit niet echt een sportief geluid. Je hoort hem een beetje snorren in de neus. Geen carburateurs meer. Dat inlaatgrommetje van die carburateurs, ja, dat zit hier niet in. Gewoon elektronische injectie. Maar daardoor loopt hij wel heel mooi. Hij loopt heel mooi rustig. Hij pakt van onderen heel soepel op. En ja, het is duidelijk geen sportmotor, maar het is een koppelmotortje die... Ja, als het tussen de 3 en 5 best wel sterk aanvoelt. En voldoende snelheid levert voor een sportieve rijervaring. En daar was het om te doen, hè? De redelijke prestaties leveren in deze coupé van Opel. Hele lange slagen. Wel precies, moet ik zeggen. Je schakelt niet snel mis, omdat de versnellingen best wel ver uit elkaar zitten. Het is ook wel een motortje wat past bij het merk Opel. Het is een beetje een zwoeger, een werker. Het is een motortje wat eigenlijk heel normaal is. Ja, en als je zo een beetje rondrijdt op die binnendoorwegen hier in het oosten van het land, dan... Ja, geeft hij toch echt wel een sportieve rijervaring. Hij heeft een starre as achter, hè? Een ouderwetse starre as. En dat zorgt natuurlijk een beetje voor een levendig rijgedrag. Je voelt die achteras een beetje vibreren onder. Je voelt hem een beetje springen, je voelt hem een beetje hobbelen. Maar daardoor, hij is ook een beetje zoekerig als je gaat remmen. En dan duikt hij op zijn neus, wordt die achterkant een beetje nerveus. Maar daardoor houdt die auto je wel... Ja, bezig als je aan het rijden bent. Het is wel een auto die je betrekt bij het rijden. Hij is niet hard. Het is geen hele scherpe stuurmansauto. Maar het is wel een auto die je wel weet te verleiden om een beetje gas te geven. Besturing. Ja, onbekrachtigd. Op lage snelheid een beetje zwaar. Op hogere snelheid eigenlijk prima. Klein beetje speling rond die middenstand. Maar als je wat meer stuuruitslag maakt... wordt hij eigenlijk best wel communicatief. En kun je die lange neus die heel goed te overzien is. Je kan heel goed zien waar de uiterste hoeken van deze auto eindigen. En daar kan je hem heel goed plaatsen. Nou, hij heeft natuurlijk achterwielaandrijving. Hier over zijn hobbeltje merk je ook dat hij zo'n zware, starre as hebt. Dan hoor je wat gebonk uit die achterwielophanging. Het is natuurlijk een auto met achterwielaandrijving. Hij heeft geen speerdifferentieel. Maar door die starre as kan hij zijn vermogen eigenlijk best wel goed kwijt op het asfalt. Die achterzijde die rolt een beetje, hij duikt, hij beweegt. Maar daardoor voel je wel heel goed wat er met deze auto gebeurt. En hier. Hier bocht, stuur je in, geef je gas. Dan voel je die achterkant, dat binnenste wiel een beetje wringen. Hè, omdat die gaat overhellen en dat wiel ontlast wordt. Ik vind dat deze auto wel een leuke rijervaring geeft. En je hoeft geen coureur te zijn of je hoeft geen rallytalent te zijn om met deze auto een beetje aan de grenzen van het onderstel te gaan snuffelen. En dat, ja, dat klopt natuurlijk wel bij het concept van een sportcoupé voor de gewone man. Deze auto staat te koop bij Oldenzaal Classics in Oldenzaal. Komt uit 1988, heeft 72.000 kilometer gelopen, is opnieuw gespoten, ziet er snaarstrak uit en komt origineel uit Spanje. Ze vragen €19.950 en dan moet je niet gaan lachen. €19.950, maar ga maar eens kijken op de occasion sites. Je ziet geen Opel Manta GSI te koop staan en zeker niet in originele staat zoals deze auto. En voor €19.950 krijg je een auto die door heel veel mensen niet begrepen zal worden, maar die door een groeiende groep liefhebbers terecht als cultauto wordt gezien.